Technologie kan leerlingen helpen leren. Denk bijvoorbeeld aan een iPad. Een device met eindeloze mogelijkheden. Ik laat het je zien. Mijn naam is Thijs. In dit filmpje laat ik je zien hoe toegankelijkheidsopties op de iPad jou helpen om iedereen in de klas mee te laten doen. We zijn niet allemaal gelijk. De een hoort beter dan de ander en de ander ziet wat meer. Gelukkig is Apple toegankelijk voor iedereen. De producten van Apple bevatten standaard een heel scala aan toegankelijkheidsvoorzieningen, zodat alle leerlingen er op hun eigen manier mee kunnen leren en creëren, omdat technologie op haar sterkste is als iedereen ermee kan werken. Kinderen die moeite hebben met gecontroleerd bewegen, hebben mogelijk ook moeite om op een klein knopje te drukken. Om het apparaat toch een applicatie te openen of naar een volgende pagina te gaan, kan jouw leerling eenvoudige spraakcommando's geven. Voor mensen die niet goed horen, heeft Apple de optie live luisteren ingebouwd. Door dit in te stellen, hoort jouw slechthorende leerling beter wat er in een rumoerige klas wordt gezegd. De iPhone of iPad stuurt het geluid naar een draadloze koptelefoon of een Made for iPhone gehoorapparaat. Met ruisonderdrukking kan hij of zij jouw stem beter onderscheiden. Kinderen met bijvoorbeeld ADHD of andere cognitieve uitdagingen kan je helpen door ze af te schermen van onnodige afleiding. Met Safari Reader verberg je eenvoudig advertenties, knoppen en navigatiebalken. VoiceOver is een toonaangevende schermlezer die met audio aangeeft wat er op je Apple device gebeurt. Super handig voor kinderen die blind zijn of die slecht zien. Ook kun je ontdekken welke mensen, tabelgegevens, tekst en andere objecten in een afbeelding te zien zijn. Het is Sonny M. G. Schmitz. Dag. Wil je meer weten over het gebruik van de iPad in jouw klas? Kijk dan verder op de website van de Rolfgroep.